We noemen het outsider-motief. Ik heb geprobeerd om muziek te maken op het idee dat Van Gogh dus een outsider was. Ja, Vincent van Gogh is onze Nederlandse, ja, naast Rembrandt of zelfs bekender nog dan Rembrandt. En dat vind ik natuurlijk een fantastische uitdaging om dat te maken. En ook een opera doorgecomponeerd, een hele avondvullend. Het is fantastisch. Als wij Vincent nou zouden ontmoeten, dan zou je een blokje omlopen. Drie mannen vormen de basis voor de opera over Vincent van Gogh. Naast Tom Leuwentaal zijn het producent Peter van Aar en cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Hij schrijft het verhaal. Vincent ontmoeten vergt moed. En dat zijn we een beetje kwijtgeraakt, omdat het een held is geworden, een icoon die als het ware omarmd wordt en doodgeknuffeld wordt. Jullie willen hem eigenlijk weer tot ware proporties terugbrengen? Ja, in ieder geval, het is niet alleen een veilig verhaal, niet alleen een safe story. Het gaat ook over afwijzing, het gaat over liefde ook, het gaat ook over trouw en volharding. Maar er zit heel veel ironie in. En dit is een schilderij, dit krijgt ook een rol in de voorstelling, hè? Ja, dit is een schilderij dat maar weinig Brabanders zullen kennen. Dit is een herinnering aan Brabant. En die heeft Vincent in Frankrijk geschilderd in het jaar van zijn dood, 1890. Souvenir de Brabant. Eigenlijk heimwee naar zijn jeugd in Brabant. Maar ook de levensweg, de weg die hij ook artistiek heeft afgelegd. Die ook in dit schilderij weer weerspiegelt op zijn blik op Brabant en zijn eigen jeugd.